Het is weer december. Ik sta weer in De La Mar, want daar wordt de nieuwe Michelin-gids voor Nederland voor 2019 gepresenteerd. Hier achter mij zijn ze nog bezig met het opbouwen, want straks zitten er 1000 mensen vol in spanning te wachten of ze een ster krijgen. Misschien wel een tweede ster erbij. Quendal Poulinek, de nieuwe internationale directeur van de Michelin-gidsen, zal het straks bekend gaan maken. En we spreken met Werner Loens, de hoofdinspecteur voor de Benelux. En we zijn benieuwd naar zijn motivaties voor de nieuwe sterren. Joris, wat staat er te verwachten, denk je, voor Nederland? Ja, ik denk dat het echt een gigantisch jaar gaat worden. Dus dat er een hoop sterren gaan vallen. Ik hoop het ook. Vooral de één sterren kanshebbers. Het blijft spannend natuurlijk. Dus je hebt gezonde zenuwen. Ik denk dat het wel leuk kan worden, zeg maar, omdat er een heel hoop mensen er tegenaan zitten. Ik kijk hier echt naar uit. Ik ben ook niet echt zenuwachtig of zo. Dat gevoel heb ik niet. Ik vind het ook het is altijd een fantastische presentatie, hè, hoe ze dat doen. Het is spannend, hè, want er is niks uitgelekt. Niemand weet wat er gaat gebeuren vandaag. En dat is zo leuk altijd. Nou, hè, eindelijk. Ja, nou ja, we hadden hem niet verwacht. Dit jaar zeker niet. Ja, en het is gewoon, ik heb geen woord voor het. Jullie hebben zo'n sexy zaak, weet je, de bar is sexy, het hotel is sexy, het restaurant is sexy. Ja, ik wou bijna zeggen, jullie zijn sexy. Ja. Dit is echt één voor team, iedereen werkt, we zijn precies een jaar open. Maar nu zijn we echt al, denk ik, de afgelopen half jaar echt met z'n allen de boel op de rit. En het gaat nu gewoon eigenlijk zo de lucht in. En we genieten ook nu echt met z'n allen. Ik weet natuurlijk dat je ontzettend lekker kunt slapen bij jullie. Top eten is daar een onderdeel van. Er ligt heel veel druk heeft er op jullie schouders gelegen de afgelopen jaren met het begin. Want Jacob-Jan Boerma, de drie sterrenchef, is de consultingchef, de signatuurchef. Hoe groot is de ontlading dit jaar? Het is echt, het heeft diep gezeten. Hè? Heel groot, de ontlading is heel groot. We gaan zo zeker een feestje geven. Nou, ik sta dus eigenlijk niet alleen letterlijk en figuur, nou zeker niet letterlijk, maar wel op papier de allergrootste chef van Nederland. Nou, zo wil ik het niet zien, maar het is wel heel gaaf dat vandaag Voltaire Park Broekhuizen erbij is gekomen. De druk was natuurlijk ontzettend hoog, want ja, jij bent de signatuurchef. Zij zitten in een sprookjesachtige locatie. Dan moeten ze toch maar even flikken. De locatie is waanzinnig. Met of zonder ster, liever met, zoals nu. Maar dat is de basis. En het vechten is de andere basis. En heel eerlijk, dat deze twee knapen met het team wat we hebben, dit bewerkstelligd hebben. Met mij aan de zijlijn is echt kippenvel. En niet alleen Voltaire, maar kijk nou eens wat er vandaag weer gebeurt. Weet je, weer mankracht in jonge talenten. Het is ongelooflijk wat Nederland nog schuil is. Dat is waanzinnig om mee te maken. Ja, we hebben dit jaar echt wel een grote stap in kwaliteit gemaakt. En het is heel mooi dat die waardering dan er ook is. En dat het wordt opgemerkt. We zijn met van alles bezig geweest en niks gevonden, niks passend. En toen hadden we zoiets, ja, dan gaan we iets kleins beginnen. Gewoon niet te gek, 24 couverts, 4 dagen open. Ja, we zien wel. We gaan gewoon een beetje hobbyen. We zien wel een beetje hobbyen. Meteen bam, in één keer 2 sterren. Ja, dat hadden we absoluut niet verwacht. Zelfs niet durven dromen. Hey, Jonny, Therese zei het eigenlijk al net op het podium. Al 15 jaar 3 sterren. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, dat had ik niet eens bij stilgestaan, maar ja, dat zal wel zo zijn. Zij kan goed tellen. Ja, maar het eerste wat we gaan doen is naar Ajax Real Madrid. Hè? Ja. En dan gaan we bij Diverso eten. Ja. Oh, dat ga ik gelijk regelen. Ja, gewoon even bellen. Even registreren. Ja. You know, during the 15 past years I've been leading the international development of the Michelin Guide, and of course speeding up the international expansion is part of the goal of the Michelin Guide, because the worldwide culinary market is just booming and there are still plenty of places to explore. So in our quest to find everywhere the best talented chefs. What's the nicest thing about your job? I think it's to share every day the same passion as my team. Meneer Loens, de nieuwe gids is weer uit. Het kind is geboren. Hoeveel nieuwe sterren heeft Nederland van jullie dit jaar toegekend gekregen? Dus 12 nieuwe 1 sterren, ja. En 2 nieuwe 2 sterren. En al de 3 sterren zijn behouden. Ik denk dat de meest opvallende tweede sterrenzaak voor een hoop mensen de zaak van Nico en Sonja is. Ja, misschien opvallend voor heel veel mensen, maar ik denk dat De branche, het métier, dus de professionele, de chefs, toch met ons akkoord zullen zijn dat Nico Borjas een hele grote chef is. Ja, hij is echt een heel talentvolle chef die, die, ja,
Hij kan niet anders dan top koken. En nog één laatste vraag. Want elke keer ben ik heel verheugd dat we elkaar mogen spreken. Maar het is toch elke keer over de schouder. Hè? Ik denk dat ik de bekendste schouder van Nederland ben. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar wordt het nu niet eens tijd om, laten we zeggen, net zoals bij The Voice, die hebben jullie in België ook, om die stoel om te draaien, om Werner Loens aan het grote publiek bekend te maken? Waar is de rode knop? Ja, je kunt erop drukken. Jij moet erop drukken. Helaas, het was het proberen waard, maar ik heb wel de nieuwe gids voor 2019 gekregen uit handen van meneer Loens. En daar ben ik enorm trots op. En volgend jaar proberen we het gewoon.